Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video waarin ik mijn bewaardozen ga leegmaken. 1, 2, 3, fuck it! Ik had vroeger dus dozen en dat noemden we bewaardozen. Ik en mijn ouders. En daar stak ik dan alles in wat ik wou bewaren. Herinneringen, aandenkens, al die toestanden. Er zitten ook wel echt veel dingen bij die ik niet kan laten zien. Waar extra of zo op staan. Allee, ik kan dat laten zien, maar ja, dat is niet fijn. Ook niet voor die mensen. Dus ik ga dat niet doen. Oké, dan hebben we hier een zakje. Ik weet niet wat daarin zit. Al mijn H&M badgetjes. Dus als ik morgen zo stiekem wil doen, als ik een H&M werk, kan ik dat zo terug opsteken. Grappig. Ik weet niet waarom ik dat allemaal heb bijgehouden, maar ik werk er wel heel graag in de H&M, dus het zal daarom zijn. Dan ook een hele oude portefeuille die zo gezegd van Chanel moet zijn. Ik weet nog dat Michelle en ik die hadden gekocht in Parijs. Echt zo fake als iets. Maar ja. Kaartje van ex-boyfriend. Wat is dit? Ah ja, ik heb ooit zo eens meegelopen in een modeshow. Ik had daar iets van. En dan dit ook. Goh, hoe mager. Shit man. Kijk, en dan hebben we een t-shirt van Open the Skies. Daar was ik fan van. Ik weet niet waarom dat hierin zit, waarom ik dat bijgehouden. Maar ja. En dan heb ik een doosje met foto's en daar staat ik ben een prinses. En wij zijn roze. Girls Night Fun Times. Ja, foto's met Celine. Wat zit er in? Bandjes van feestjes en festivals, denk ik. Diploma voor het gidsen. Een briefje van Thalisa. Thalisa Beest. Weten nog tot, haha, je bent zalig, ex-Evi. Esther, Thalisa is de beste. Ik vind het spijtig dat je volgend jaar weggaat. I love you. Iets van op school, denk ik. Een treinticket van zaterdag en zondag in 2007. Oké, interesting. Dan hebben we folderkes van eetdingetjes. Oh, mijn beugel. Eeuw. Dat ik dat nog heb zelfs. Moest je zo aandoen. En dit moest dan zo rond je hoofd. Dat was zo'n buitenbeugel. En ik moest dat s'nachts altijd dragen. Eeuw. Oké. Okay. Leuk dat Lisa dat je dat bewaard hebt. Dat wou je echt voor eeuwig houden, toch? Nu krijg je dat dus niet meer toe, hè. En er plakken plakkertjes op van prinsessen en van knorretje en wie in de poeders. Je kunt wel denken hoe oud ik was. Een agenda. Nog een agenda. Ah ja, mijn mama, dat was wel heel tof. Mijn mama maakte zo echt agendas voor mij. Maar wat er ook allemaal tussen zit. Kaartjes van feestjes. Kaartjes. Amai. Dat was echt zo wel een beetje mijn dagboek, want ik hield daar zo altijd alles in bij. Hier is er nog een agenda. Dat is wel tof. Nog een agenda van 2011. Kan toch niet zijn dat ik dat al veel te doen had, hè? Ook kaartjes van de versus. Dus ik ging toch al ergens. Is dat een troll? Oh my god, daar is dat loop toch. Oké, okay, dat is dus echt gewoon rommel. Een knikker, een horloge. Geen idee wat dat allemaal is.
Oh, mijn balletschoenen. Oh, mijn balletslofjes. As you can see, goed gedragen. Helemaal kapot. En hier ook. Een gat trouwens. Ik deed trouwens wel best op een hoog niveau ballet. Dus ja, mijn slofjes zagen af. Dan heb ik een pet van. Ah, van alle dingen van Get Ready. Dat staat op de Alisa plus Glen. En dan handtekeningen van de mannen van Get Ready. Oh, foto's van toen ik in het zesde leerjaar zat. Een spaarvarken, maar daar zit spijtig nog geen geld meer in. Een potje met een foto van meisjes uit lager. Ah, oh, hier zitten mijn stretchers in. Ah, oh, ja. Amai, zo stretchte ik mijn oren, dus ik weet niet of jullie dat weten, maar hier heb ik ooit een stretcher gehad. Dat is nog altijd zo'n streepje nu, dat is nooit toegegroeid. Ik deed dus dit, ik zal een beter laten zien, deze bijvoorbeeld. Ik begon met dit en elke dag duwde ik wat meer tot mijn oorluil rekte naar dat. En ik maakte die stretchers trouwens ook allemaal zelf, met Fimo klei of zoiets, denk ik dat dat noemde. Ja. Maar nu denk ik echt aan mijn eigen why. Why? Waarom had ik dat? Oh, een doodsprintje van mijn momoe. Dat ga ik wel bijhouden en in de schuif steken. Hier nog een beugel. Ah, mijn nachtbeugeltje van als mijn blokjes eraf waren. Een beeld van een katje. Wat is dit? Juweeltjes. Een ketting. Oh. Een soort UFO waar een tand in zit van mij. Ik denk een melktandje wat ik ooit ben verloren. Een bandje. Ik weet wel, dit kocht op vakantie altijd. Al een steen. Een kwarts. En wat zit hier dan in? Hele kleine oorbelletjes van olifantjes. Oké, okay, en hier oh, een kettingje, een kruisje zit erin, een hangertje met de T. Ik weet niet, jullie zien dat waarschijnlijk niet van zo ver, maar oh, mijn babyarmbandje, maar dat is kapot. Met mijn naam op, zo'n babyarmbandje met een plaatje. Maar ja, als ik dat hier nu zo zie liggen, denk ik echt, wow, waarom? Wat is dit? Oh, van mijn communie, een kruis en een paternoster. Oké. Okay. Echt alles bijgehouden, maar dan ook echt alles. Een oud paspoort. Amai. Mooi, Lisa. Mooi. Een Donald Duck. Een doodskaartje van mijn opa. Dat ik ook wel bij jou. En een doodskaartje van. Oh, van Sam zijn boeken. Dat ga ik ook wel bij jou, maar leg ik in de schuif. Oh. Oh, daar staat mijn naam zelfs nog bij jou. Dan. Spontane flap uit en zelfzekere meid. Staat er. Ik vind je heel fijn en sierlijk. Okay. Zalig meisje, je weet wat je wil. Altijd open en aanwezig. Ik weet niet of dat goed is, maar. Ah, dat was op je intro. Je bent een straffe madame die alles zegt wat in je opkomt. Zacht, aangenaam, flap uit, echt om te lachen. Ah nee, echt leuk om te leren kennen. We hebben je hier leren kennen als een straffe doorzetster. Veel succes in de leiding. Maar ik ben nooit bij de leiding gegaan. Talisa, the one and only. Echt een doorzetter. Iets wat je op het eerste gezicht niet dacht. Echt een aangename verrassing. Oké, thanks guys. Leuk. Dan zitten er echt nog.
sleutelhanger en het ding van Mega Mini. Echt rommel, man. Maar ik ga echt de helft hier van het containerpark brengen, want nog agendatjes. Maar ik schrijf precies veel op. Ik had net een gedichtje. Liefste Thalisa, bloemen scheiden het gras in de tuin. Pipi is geel en kaka is bruin. Groetjes, Michelle. Ah, toen was ik duidelijk in mijn emo-tijd, want ik zie allemaal dingetjes, kaartjes van emo-tijden. Amai. Yet another agenda. Een stick van een fitness weekend dan nog, dan moest je zo'n apparaat steken. Een brief, Thalisa. Groetjes Thalisa. Hallo. Hallo God. Nooit heb ik je gezien. Nooit heb ik je gehoord. Maar toch geloof ik in jou door de vele prenten en verhalen. Ik ken jou nog niet zo lang. Oké. Dus dit is een brief voor God. Duidelijk. God. Weer een brief voor God. Als ik pijn heb of verdrietig ben, dan geloof ik niet dat je bestaat. Sorry. Oké, Thalisa. Oké. Ja. Dat zal misschien iets van de Eucharistie of zo geweest zijn. Ik weet het niet. Maar alleszins, ja. Een brief aan God. Horrorfest. Poster van Horrorfest. Mijn naam is Thalisa Loep. Ik ben geboren in 1991. Mijn meester heet Luc. Mijn lievelingsvakken zijn knutselen en computerlessen. Ik vind wiskunde, Frans en spelling niet leuk. Eigenlijk dus alle belangrijke dingen. Mijn hobby's zijn ballet, scouts en dansen. Later, als ik groot ben, wil ik graag schoonheidsspecialiste worden. Dat wou ik echt altijd. Oh, dat was de eerste auto die ik kreeg. Van mijn ouders. Mijn ouders hebben die toen voor mij gekocht, zie ik. Allee, weet ik nog. Nog een agenda. What's new? Wat is dit? Boekjes. Heel veel. Een foto van mij en er staat echt op: nee, buiten blijven. Mijn privéchambre, dak van jullie hou. Never wanna lose you, HVJ superties. Oké, okay. Moet wel zeggen, soms als kind, als tiener was ik wel echt raar hoor. Het boekje van de kakkende honden, Celine en Thalisa. Beter gekend als Sien en Ties. Ze zijn hartvriendinnen en als beroep kakkende hond. Oh, dan moet ik nu een foto van sturen. Oh my god. What the fuck zelfs. Als beroep kakkende hond. Oké. Kakkende hond. Het is een lang verhaal. Enkele jaren geleden leefden er twee doodgewone meisjes. De ene woonde in Leopoldsburg en de andere woonde in Beringen. Celine woonde nooit in Leopoldsburg, maar oké. Allee, in de buurt. Ze wisten nog niets van elkaars bestaan. Maar toen Thalisa op haar 8 jaar bij de scouts ging, ontmoetten ze Celine. In het begin waren ze niet zo goed bevriend. Eigenlijk konden ze elkaar niet luchten, maar na zo'n 2 jaar bij de scouts leerde Thalisa Celine beter en beter kennen. Op het kamp in april, paaskamp dus, sliep Thalisa langs Celine. Ze waren toen altijd samen. Toen heeft Thalisa Celine eens uitgenodigd om te komen spelen. Ze hadden toen enorm veel foto's getrokken en ze waren toen al goede vriendinnen geworden. Maar hun band werd nog hechter op het grote kamp. Hey, het hele verhaal van mij en Celine staat in dit boek. Serieus? Ja, wil je het weten? Het boekje van
De kakkende honden, Céline en Thalissa, beter gekend als Sien en Ties. Ze zijn hartsvriendinnen en als beroep kakkende hond. What the fuck, Sel? Dat is schande waar jullie, hè. Oké, waar was ik in mijn verhaal? Zoiets heb ik nooit niet geschreven, hè. De band werd hechter op het grote kamp. Ze konden niet meer zonder elkaar en gingen in vakanties heel veel bij elkaar spelen en slapen. Ze waren echt beste vriendinnen geworden. Toen ze op een gegeven moment samen waren en de handen samen vouwden, kregen ze magische krachten. Toen werden ze tot supertees en superzien benoemd. Maar na een tijd wouden ze geen superheldinnen meer zijn. Ze werden toen terug gewoon Thalissa en Céline. Maar op een dag... Wat? Werden ze VV's. Maar VV's zijn was ook maar saai. Dus zochten ze een nieuwe uitdaging en zochten... Toen deed Thalissa een gek gebaar. Céline vond dat ze op een kakkende hond leek. Dus dat was een nieuwe roeping. Was het? What the fuck zelfs? En dat kakkende hond zijn, dat kunnen ze heel goed. Ze zijn geboren kakkende hond. Oh my god, Céline stuurt what the fuck. Wij waren zo benieuwd. Oh, dat is echt... Oh my god, wat zelfs. Ja, geboren kakkende honden, hè, wij. Amai. Hier dan een fotootje. Céline en Thalissa als kakkende hond. Ja. Ik moet zeggen dat we heel raar waren. En dan een liedje. Recht naar de maan, daar zie je ze staan. Ze zijn de beste kakkende honden ooit. Altijd een kakje mee, ze lachen er niet mee. Ze zijn de beste kakkende honden ooit. En waar hebben jullie met kakkende honden? Ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen dat we heel raar waren. Lala, zee, hopelijk gaat het door. Wandelen, winkelen, prulletjes, voet met naam, roddelen, irritante lip uitlachen, zeeotter, Driesje, nieuwe naam voor Driesje is zeekoe. Samen naar de zee, Janine en Louisa, we gingen dus samen naar de zee blijkbaar. En we schreven in dit boekje naar elkaar. Amai, februari 2004. Dat is... Hoe lang is dat zelfs al geleden? Wow, ik kan zelfs al niet meer tellen. Amai, wel 16, 17 jaar geleden. Het boekje is eindelijk af. Ons ja. Ik zit hier in de studie langs die oversexte Brit. Stefanie is mij hier aan het uitlachen en Wesley is mij aan mijn haren aan het trekken. Wat een interessant leven toch. Hey Céline, het is dus met de niet overbesekste Brit, hihi. Jullie hebt wel een toffe naam hè, de kakkende honden. What the hell? Yes, Ties is blij, morgen vertrekken we naar zee, eindelijk. Maar ik schreef dus blijkbaar in dit boekje briefjes voor Céline. Oké, dat was het. Het was wel maar een boekje van korte duren blijkbaar. Hier nog een boekje. Logboek Thalissa. Dat zijn ook Céline en ik. Céline en ik. Liefste dagboek. Oh my god, een dagboek. Vandaag was het, dit is van 2005, begin 2005. Vandaag was het voor de eerste keer terug scouts. En zin dat we hadden om terug te gaan. Gwen stond al vroeg aan de deur te bellen en zo vertrokken we samen naar de lokale. Daar stond iedereen te wachten. We waren allemaal blij dat we elkaar terugzagen. We gingen ergens zitten en begonnen te praten. Het begon met Sien en haar lief. En eindigde met poppen. Het was echt een fijne dag. Gids voel ik me nog niet.
Ik voelde me nog eerder young kid. Nog kind en zo onvolwassen. Al die gidsen zijn zo onkinderachtig en zo volwassen. Maar ja, het zal wel tijd worden dat we groot worden. We kunnen niet eeuwig klein en kinderachtig blijven. X, Thalisa. Oh my god. Amai, wat schreef ik toch allemaal? Wat schreef ik allemaal? Thalisa die gelukkig getrouwd is. Wat? Ben ik getrouwd of wat? Ook iets op de scouts blijkbaar. Ja, ik ben getrouwd op de scouts in 2005. Liefste dagboek. School was gewoon. Saaie lessen en toffe speeltijden. Britt en ik gingen naar het Sint-Jacobsplein om de bus te nemen. Britt haar bus kwam veel vroeger als die van mij, dus moest ik nog even wachten. Eigenlijk was ik naar het Sint-Jacobsplein gegaan, zodat ik als laatste op de bus zou stappen en dat er geen plaats meer was. Alleen dan nog langs die knappe jongen en dan zou ik daar dus langs kunnen gaan zitten. Maar helaas, er zat een andere jongen naast hem. Maar ja, het was het proberen waard. En dan echt zo. En dan schrijf ik echt in mijn eigen dagboek van onder. Luif zien, BF. Oh, liefste dagboek. Jongens kunnen toch zo ongelooflijk raar en stom zijn. Maar langs de andere kant kunnen ze ook wel lief zijn. Als je dan die verhalen van Gwen hoort, dan denk je toch van, oh, was ik het maar. Maar voorlopig, ach ja, jongens, Gwendolyn van de Scouts was altijd zo wel een beetje de voorloper die zo al ervaring had. En ik niet. Ik was redelijk laat, maar ja. Zaterdag naar de cinema met Sien en haar lief. En nog Lieven en Michiel. Het zou wel tof worden en zo. Afwachten maar. De jongen van op de bus ken ik nog van haar nog pluimen. Of hoe ze dat dan ook zeggen. Maar we zullen zien, hè. Allemaal één groot mysterie. Maar ja, dat blijft komen. Ah, 2006 zijn we hier al. Ah, dat was het ook. Hier stopt het alweer. Wat is dit? Oh ja, een heel boekje met geheime taal. Amai, dat is echt. Ik weet niet of jullie dat zien, maar op school met mijn beste vriendin toen, Britt, we schreven altijd zo geheime taal. Dat was echt heel grappig. Hoi mijn Britje. Ja, inderdaad, balen. Hihi. Mijn vakantie was echt super. Het paaskamp was het tofste kamp tot nu toe. Ja, ik geloof dat die piercing zeer deed. Auw. Zeg, we zouden eens moeten gaan winkelen, hè? Een grote vakantie of zo. Dan kom ik 's morgens met de bus en jij ook. En dan nemen we 's avonds de bus terug. Zoals een gewone schooldag. Mijn hand doet zeer. Ja, ik zag het al dat Kelly en Christine de hele tijd samen waren. Ja, wat betekent dat? Vakantie, boekje, Thalisa, Katholica en Umak. Of zoiets, Umak. Hou van hun. Kata Sintis, liefde. Vroeg liefde. Oh god. Oh, mooi. Mooi getekend, Thalisa. Mooie tekening had ik hier gemaakt. Wauw. Prachtig. Een dagje strand in Umeg. Rafaela Olsen Twins. Shy Guy. Dieter. Wat? Zand van het tennisplein in Kroatië. Hier plakt zand. Deze luchtmatras had ik gekocht. Oké, ook een gras. Als we ons even vervelen. Voel je goed met Lux? Ik was wel altijd heel creatief. Holiday babe. Om te onthouden. Dat
tampons moet aandoen in de zee. Ah ja, ik had waterslakken meegenomen. Die noemden Gerrit, Jacqueline, Theophile en Josephine. Hier, vakantieboek Amerika. SeaWorld. Is daar iets van een bloesje? Iets van cotton candy. Oké. Maar echt raar. Echt heel raar eigenlijk. Alles. Wat is dit? Een map van Kipling. Ah, dat is van... hoe noemt dat? Als je zo de eerste communie gaat doen, kwam er niet op, maar dat is van dat. Dan hebben we hier nog één ding. En dan hebben we hier nog een map met weet ik veel wat in. Kaartjes van dat ik 16 jaar werd. Allemaal kaarten. Ja, precies. Allemaal kaartjes van mijn verjaardagen. Not interesting, hè? Ik ben deze vlog aan het editen en ik dacht ik ga heel even afsluiten via mijn gsm, want mijn camera ligt helemaal in het bureau en ik heb geen zin om naar daar te wandelen. Maar ik ga dus deze video hier knippen en stoppen, want dat bleef doorgaan en die is nu al 26 minuten. Laat me zeker weten als jullie nog het tweede deel willen zien of als dat niet nodig is. Laat het mij in de comments weten, je mocht echt gewoon heel eerlijk zijn, want ik snap... Allee, voor mij is dat leuk om al die herinneringen te zien. En ik vind dat wel grappig. Maar natuurlijk, ik weet niet als jullie dat zo leuk vinden om die dingen te zien. Dus laat het mij zeker weten. Dan laat ik deel 2 ook nog wel binnenkort online komen. En anders dan laat ik deel 2 gewoon vallen. En dan wist ik dat gewoon. Dus let me know. Hopelijk vonden jullie dit toch een beetje leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En let me know wat jullie denken. En dan zie ik jullie maandag normaal gezien weer terug in de video. Mwah.